In het Brabantse Overloon gingen honderden ballonnetjes de lucht in, nagestaard door kinderen en door dokter L. de Jong. Zij verkondigden het 20-jarig bestaan van het Nationale Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, dat is gesticht op een terrein waar tijdens de bevrijding van ons land in gevechten van man tegen man enorm zwaar is gestreden. Ook dokter Drees was naar Overloon gekomen om de herdenking mee te maken. Evenals de voorzitter van de Eerste Kamer, meester Jonkman. Engelsen en Amerikanen versloegen de Duitsers hier in een slag van 20 dagen. Een tekst op marmer maant de bezoeker stil te staan en te denken aan deze slag die vele jonge mensen het leven kostte. Maar mensen vergeten. En voor velen zijn het niet meer de doden die hier vielen voor onze vrijheid, maar de curiositeiten van het krijgsbedrijf. Namen worden gekrast als in dikke bomen. En vele bezoekers staan wel een ogenblik stil, maar dan om te poseren, omdat er een fotootje geschoten moet worden. Kinderen zegt dit allemaal niets. En iedereen kan daar vrede mee hebben. Vooral als men niet bedenkt dat het hier opgestelde oorlogstuig intussen door nog erger wapens is vervangen. Herinneringen van toen zijn herinneringen van nu geworden. Groeten uit Overloon, een slagveld vol souvenirs.